opdracht is: teken door punt Z een loodrechte lijn door lijn H. Ook om een loodrechte lijn te tekenen heb je je geodriehoek nodig. We maken gebruik van de loodlijn die op onze geodriehoek staat. Dat is dus deze lijn. Dit is de loodlijn van je geodriehoek. En die leggen we op lijn H. En daarna schuiven we de liniaal van onze geodriehoek richting punt Z. Totdat we met de liniaal tegen punt Z aankomen. En dan stoppen we. En dan trekken we door punt Z langs onze liniaal een rechte lijn. En deze dikke zwarte lijn staat loodrecht op lijn H. En we kunnen dat nog even controleren door te kijken of onze rechthoek van onze geodriehoek precies in zo'n hoek past. En dat doet hij. De hoek is dus 90 graden.